Het is bekend wie de twee doden zijn die maandag werden gevonden in een drugslab in Uden. Het gaat om twee Limburgers, een man uit Roermond van 28 en een 35-jarige man uit Heidhuizen. Ze zijn mogelijk overleden doordat zij giftige gassen hebben ingeademd. Blijkt uit sectie op de lichamen. De gassen kunnen ontstaan door de chemicaliën die worden gebruikt bij het maken van drugs. Er is geen reden om aan te nemen dat ze door een misdrijf om het leven zijn gekomen, zegt de politie. Waarschijnlijk waren de mannen al een paar dagen dood toen ze werden gevonden.